Oké, een nieuw jaar, nieuwe kansen. FIFA 22 en met hele zieke nieuwe features. Je hebt het in de titel al gezien. Wij gaan wel even beginnen met een nieuwe career mode en niet zomaar één. De nieuwe functie van FIFA 22, een eigen club. Daar gaan we dan. Dus de eerste keer dat ik dat ooit ga doen. Ik ben echt heel benieuwd hoe alles werkt. Ik heb bewust nog niks van andere kanalen gekeken. Dus we gaan ons eigen club maken. Trinity FC gaat het worden. Een bijnaam? Geen idee. Ja, boeit mij niks. We noemen onszelf gewoon de Nutmegs. En nu komt het volgende. We moeten onszelf vervangen voor een bepaald team. En dat lijkt mij wel leuk. Ja, eerder is het ook wel leuk geweest. Maar om gewoon weer vanaf de bottom te beginnen. En onszelf helemaal naar de top werken met een fucking slecht team. Dan moet er nog een team uit. Ik denk dat ik zal gaan voor Button United. Is geloof ik nieuw in de game dit jaar. Laten we die maar gewoon even voor de lol erin houden. Ik ga Hartlepool United eruit halen. En een rivaal moeten we selecteren. En dan lijkt het mij grappig als we of gaan voor Forest Green. Of voor Salford City. Omdat we die eerst zelf gebruikt hebben. Natuurlijk hebben we daar al vaker een keer wat mee gedaan. Dus we gaan voor Salford City. Omdat we daar iets mee hebben. Zeg. Ik denk dat dit ongeveer de kleur is waar ik voor moet gaan. Secundaire kleur zwart. Op zich blauw-zwart is wel lijp, toch? Oké, jongens. Dit wordt ons thuisshirt. Vind ik wel nice uitzien. En ons uitshirt dan nog even selecteren. Die wordt gewoon... Ja, zwart. Nee, je wordt gewoon wit. Wit met blauw, prima. Maar ook helemaal niks uit. We pakken nog even weer een Nike shirt erbij. Ik doe maar wat. Deze is ook wel lijp. En er zijn onze shirts uitgekozen. Logootje nog doen. Oké, ik denk dat ik voor deze ga. Hij is best wel simpel, maar de vorm lijkt op mijn logo. En ik heb ook zo'n klein leeuwtje in mijn logo staan. Dus op zich... Ja, ik weet niet of je dit nog kan aanpassen. Maar hij is wel nice. Gewoon simpel, prima. En dan stadion. En je kan dit vaker nog aanpassen in de career mode. En natuurlijk, we beginnen gewoon klein. Want ja, dat is logisch toch? Ik bedoel, we spelen in English Public 2. Laten we gewoon voor stadion Nederland gaan. En 20.000 man is best wel groot nog altijd voor het eerste stadion. Maar goed, een naam. Jongens, ik heb een naam nodig. Laat in de comments een goede naam weten voor ons stadion in onze FIFA 22 club. Laat het in de comments weten. Beste naam krijgt... Dat wordt de naam. Ik noem hem voor nu gewoon even snel Trinity Boeien. En dan de volgende keer ga ik hem een andere naam geven. Ik weet niet of je dit iedere dag kan veranderen of ieder seizoen. Maar anders krijgt die volgende seizoen pas een andere naam. Maakt niet heel veel uit. En dan is het klaar. Wij hebben onze club gemaakt. En nu gaan we dan onze selectie uitkiezen. En dat is dus wel een dingetje, want hier komen hele belangrijke keuzes in, jongens. Kijk, we willen slecht beginnen. We moeten natuurlijk niet nu voor een 5 sterren team gaan. En ja, voor 4 sterren, 3 sterren team, dat slaat nergens op. Want dan ga je heel snel promoveren en dan zit je in een verkeerde competitie natuurlijk. Dus dat gaan we niet doen. Ik denk, omdat we ook op serie jong staan, en dat vind ik wel leuk om te houden, dat we voor 1 ster of zelfs een halve ster gaan. Ik denk dat 1 ster op zich wel... prima is. Je ziet ook de leeftijden van de spelers erbij staan. Er is maar 1 speler onder, 2 spelers onder de 20. Ja, ik denk wel dat we voor een halve, of voor 1 ster gaan. Ik denk dat een halve ster iets te laag is. Voor de rest moeten we de verwachtingen van het bestuur even zelf aanpassen. Jeugdafdeling wil ik gewoon ook kritisch doen, omdat dat wel is waar we op gaan focussen. Of ja, doe maar hoog, omdat we dat ja, wel belangrijk vinden. Financieel laag in het begin. Internationaal succes ook laag natuurlijk. En succes thuis hoog. Ik denk dat dit op zich wel realistisch is. Laten we financieel nog op normaal zetten. En dan zetten we namens bekendheid ook op hoog. Ja, laten we dat gewoon wel doen. En door op driehoekje te duwen kan je steeds een nieuwe selectie genereren met nieuwe spelers daarin. En dat lijkt mij eigenlijk wel gaaf om te proberen een leuke talentvolle speler in de club te hebben. Dus ik kan gewoon een paar keer opnieuw genereren. Totdat we een speler in de club hebben waarvan we wel denken... dat het wel iets kan worden. Oké, ik denk dat ik deze ga pakken. We hebben een 16-jarige jongen erin zitten. Een paar leuke spelers. 70 rated centerback. Prima team. Dan kunnen we eindelijk beginnen. We zijn al veel te lang hiermee bezig in deze aflevering. Maar dat maakt allemaal niet uit. En natuurlijk voor het eerst ooit zit nu ook de Conference League in FIFA. En dat is heel chill. Dat betekent gewoon extra competitie. Gewoon sneller Europees voetbal. Extra wedstrijden. Dat is echt oprecht heel leuk. Transpereld ingeschakeld en we gaan hem wel op legendarisch zetten voor als we zelf veel gaan spelen. Maar ik weet niet of ik zelf veel wil gaan spelen. Onderhandelmethode op los, want dat is het beste. We hebben vaak gezien dat we het wel realistisch houden. Alleen soms doet de AI gewoon heel onrealistisch als je ze op strik zet. Dus los is wel het beste. Daar gaan we dan. Transferbudget is maar 1 miljoen. Om het lekker allemaal heel erg lastig te houden,
Maar ik denk dat we een prima team hebben. En we gaan eigenlijk gewoon wel meteen voor het eerste jaar voor promotie. En dat moeten we doen door zo goed mogelijk transferbudget te gebruiken. En onze spelers volledig keihard te gaan trainen. Want we hebben natuurlijk wel een hele jonge selectie. Dus kijken welke pre-season we gaan pakken. Dit is de makkelijkste volgens de indicatie. En je krijgt meestal geld, dus we hoeven niet lang over na te denken. En dit is dan momenteel ons team. Ja, ik ben benieuwd. We gaan even onze opstelling een beetje anders aanpassen. Ik had er meestal van een 4-3 te spelen. En ik denk dat dat op zich met dit team ook wel kan. Ja, we gaan gewoon zo spelen. En dan is het team voor nu al goed geformeerd. Ik denk dat we vooral een paar aanvallers nodig hebben als ik zo kijk naar de squad depth. En op zich, ja, we hebben overal wel iets nodig, maar de aanval is wel echt het zwakste van allemaal. Dus laten we daar maar meteen gaan kijken voor een goed talent om te gaan lenen. Want kopen met 1 miljoen, nee, dat gaan we gewoon niet worden. Ik weet wel nu niet precies hoe het zit met het lenen van spelers, want dat is natuurlijk wat we overal moeten gaan doen. Het ding is natuurlijk, die onderhandelingen staan nu wel op los. Maar kunnen we dan ook spelers lenen van bijvoorbeeld PSV? Zo kennen we waarschijnlijk allemaal wel toptalent van PSV, Fofana. Het zou leuk zijn als we hem kunnen lenen. Maar ik weet dus niet hoe deze onderhandelingen momenteel zijn. We gaan het proberen. 5-star weakfoot, benaderen om te lenen. Alleen hij is niet bereid om te verkassen. Dus ik denk dat het niet gaat lukken. Oh, we kunnen wel lenen. En dat zou een leuke aankoop zijn. Hij is niet meteen basiswaardig, als ik heel eerlijk ben. Het is ook niet een hele onrealistische transfer als je kijkt naar zijn rating. Maar goed, we gaan het proberen. We gaan het proberen voor 2 jaar na onze club te halen als eerste aankoop van onze club. Hij heeft echt een minimum salaris. We doen 40-60 voorstellen. Ze willen 60-40. Gaan we meteen accepteren. En nu moeten we er geloof ik, nou ja, alleen maar met Fofana moet er nu nog uitkomen. En dan is hij in ieder geval binnen. En dit ging wel heel makkelijk. Er is er nog één speler die ik heel graag zou proberen te willen lenen. Omdat hij nog wel heel jong is en best wel makkelijk is denk ik om te halen. En dat is deze Kaiki. Ja, normaal gesproken zou dat niet kunnen. In het echt is het totaal geen onrealistische. Want deze speler zal in het echt ook nog uitgeleend gaan worden. Ik ben benieuwd of het kan. En ja, dat is dus het voordeel van de losse onderhandelmethode. Anders kan je alleen maar spelers lenen van een competitie die iets boven jou staat. Kaiki, weet je wat? We zitten hier met Pep Guardiola. Ja, we doen hem 2 jaar. Als het kan, dan moeten we hem ook gewoon voor 2 jaar doen. Ik weet wel, als we willen maar 1 jaar. Prima. Dan noemen we dat. Ik weet wel dat Kaiki een hoger salaris heeft, zoals je kan zien nu in beeld. Maar ja, het is ook voor 1 jaar. Ik wil er niet te veel voor betalen, maar ik vind het prima. Goed, ook hij zou dan binnen zijn. En hebben we in ieder geval onze aanvallende versterkingen die we graag willen, al beide binnen. Als ze willen komen. Zelf echt spelers verkopen, dat ga en kan ik niet doen. Best wel logisch eigenlijk, want ik heb gewoon zo'n zwakke selectie momenteel nog. Dat ik dan gewoon veel te veel verlies. Ah, helaas, helaas, helaas. Ja, dit is wel ook realistischer. Maar ze hebben beide toch afgewezen. Ik dacht, ik probeer het. Maar dan zijn die onderhandelingen dus toch nog wel, ja, toch wel een beetje strikt. Oké, we moeten dan toch in een andere hoek gaan zoeken. Omdat we een English Football League 2 club zijn. Gaat heel weinig lukken. Ik denk dat ik voor deze speler wil gaan en ik denk dat ik hem dan ook meteen ga kopen. 12 maanden contract, hij gaat niet heel duur zijn en omdat hij in een lage competitie speelt, zou die normaal gesproken gewoon gekocht kunnen worden en dan zou er helemaal niks hier ons in de weg kunnen zitten. En over deze speler meer over te weten, hij is nog niet goed. Dat is gewoon een ding, hij is gewoon slecht. Alleen hij wordt wel echt heel goed. Dus ik ga proberen 5,5 ton te betalen, ik weet het, dat is meer dan de helft van ons transferbudget. Maar als we hem hiervoor kunnen halen en dat lukt, dan denk ik dat we hier wel een potentieel groot talent hebben die we in de spits kunnen gebruiken zodra we hem een beetje trainen. En dat is beter dan spelers die momenteel allemaal in onze club hebben zitten. Hij wil nu zelf ook rotatie, hij wil zelf 5 jaar. Dus dit is gewoon een top aankoop. Afkoopsom van 1,4 miljoen gaan we afwijzen. En dan is onze eerste speler binnen. Prima salaris. Kijk eens, hij is meer waard dan het transferbudget dat we ervoor betaald hebben. En dat is klaar. We gaan onze eerste wedstrijd in. Maar voordat we dat doen wil ik jullie nog even laten zien wie onze beste spelers zijn en hoeveel die waard zijn. Ik denk dat deze Elliot Finch wel veel kan worden. En dus ons nieuwe talent. En deze twee 19-jarige jongens, die moeten het echt gaan doen. Die moeten gewoon heel veel gaan groeien in dit jaar. Dus Yandel Corbone of ik heb geen idee. Maakt niet uit, dat komt wel goed. En Finch. Dat zijn denk ik onze grootste talenten die dit jaar echt belangrijke spelers moeten worden van de selectie. Dus,
eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen Viborg FF. Ik geloof een club uit Denemarken, als ik het goed heb. Ja, weet je, de pre-season gaan we even snel simuleren. Ik denk dat daar niet heel veel aan is. Het zou zomaar kunnen zijn dat we alles verliezen, omdat we gewoon nog een nieuwe, hele jonge kutselectie hebben. Maar we winnen de eerste door een doelpunt van Reece. En dan staan we meteen goed ervoor, want het is best belangrijk dat we doorkomen als het kan. Want dan krijg je gewoon best veel geld. En overwinning tegen Fleetwood zou als het goed is betekenen dat we sowieso door zijn naar de volgende ronde van de pre-season cup. Onze spelers zijn allemaal al prima in de plus en daarmee hopen we ook een overwinning tegen Fleetwood te kunnen pakken. Het is Fleetwood, dat zou het op zich wel moeten kunnen. We gaan het proberen, gelijkspel zou ook prima zijn en we verliezen 2-1. Ze missen nog een penalty zelfs, dus we hebben eigenlijk wel, ja, ik denk onverdiend of verdiend verloren, laat ik het zo zeggen. En Viborg lijkt ook de slechtste club te zijn van alle ploegen in de pre-season. Ik geloof dat we niet echt meer door kunnen nu. Oh jawel, trouwens, als we winnen zijn we gewoon door. Maar zonder Jiske, ik heb geen idee of dat iets is of niet. We gaan het gewoon proberen. Ik hoop dat we kans maken om te winnen. Eerst nog meer trainingen spelen. Masraoui gaat voor 30 miljoen naar Napoli. Wat een transfer. En wij gaan onze belangrijke wedstrijd spelen in de pre-season cup. Ja, ik hou gewoon de sterkste opstelling. Ik heb wel een paar trainingen gedaan waardoor sommige spelers niet 100% fit zijn. Maar ik denk dat dit op zich wel gewoon een overwinning kan worden. En als we verliezen, krijgen we nog altijd iets van geld, maar niet zoveel als we eigenlijk willen. Dus het zou wel heel jammer zijn als we hier geen overwinning pakken. Het is alles of niets. 100% of nul. Gelijkspel hebben we niks aan. En dan gaan we. We spelen. Ah, we verliezen. We kregen rode kaart. We missen een penalty. En dan verdien je het ook niet om te winnen. Prima, maakt niet uit. Het hoort erbij. We zijn gewoon ook een heel slecht team. En dan moet je ook niet verwachten dat je in de eerste pre-season al doorkomt. Vooral ook zo'n Fleetwood Town. Ik wist dat helemaal niet. Maar die spelen gewoon een competitie hoger dan dat wij dat doen. Dus dan is het wel logisch dat we daartegen niet kunnen winnen. We krijgen onze eerste transferaanbieding binnen. Die gaan we afwijzen omdat we gewoon nog te weinig spelers in onze selectie hebben. Laat vooral even in de comments weten als je een paar spelers weet die ik eventueel zou kunnen halen. En wat ik ook nog heel belangrijk vind, wat ik deze aflevering nog als laatste ga opzetten, is een jeugdafdeling. Je begint dus vanaf nu, vanaf dit jaar, al met een jeugdtrainer en een aantal jeugdspelers. En daar zie ik deze tussen staan. Wat? Er zitten ook 3 keepers bij. Waarom? Maar deze keeper is nu al basiswaardig, is pas 15 jaar oud, dus hij kan nog niet eens naar de selectie of wel? Nee toch, normaal kan dat niet als 15-jarige. Nee, als het kan, dan gaan we het meteen proberen, maar dat kan inderdaad niet. En ja, wauw, deze gaat weg trouwens, want hier hebben we helemaal niks aan. Maar dat zo'n speler in het jeugdelftal zit, is wel heel apart. Nou ja, voor de rest gaan we wel alvast een nieuwe scout halen. Ja, we hebben wel een scout, die is maar 1 ster, 1 ster. Ik denk ook niet dat we een veel betere scout kunnen halen. En ik wil ook niet meer scoutnetwerken opzetten, want dat is gewoon te duur. Dus we gaan in Nederland scouten, want ik ben natuurlijk een Nederlandse coach, hè. Dus 3 maanden willekeurig, want we weten niet hoe we over 3 maanden ervoor staan. En dan hebben we dan in ieder geval wat nieuwe spelers bij de club. Dit is zo raar. Harper is nu gewoon 2 wedstrijden geschorst voor de echte competitie. Omdat hij een rode kaart pakte in het pre-season cup. Dat is in het echt toch ook niet zo. Ik wil van Elliot Finch de meest complete speler maken die we in ons elftal hebben. Dus we gaan hem eerst trainen na een spel maken waardoor hij 5-star weakfoot krijgt. Dat vind ik wel belangrijk. En daarna zijn bij een aantal andere spelers ook nog wat dingen aangepast. Waardoor ze er allemaal iets beter voorstaan. Andere posities waardoor we een iets bredere selectie kunnen hebben, zeg maar. En ik denk dat het allerlaatste wat in deze aflevering gaat gebeuren, is nog even kijken naar een paar vrije spelers. We moeten er niet te veel halen natuurlijk, maar ze zijn allemaal niet heel erg speciaal. Ze zouden allemaal net wel, net niet in onze basis kunnen meedraaien. En ik ben eigenlijk vooral heel erg gecharmeerd van deze Varga, Gunnarsson. Ja, eigenlijk zijn ze allemaal wel prima, behalve deze Alho. Ik denk dat ik hem dan sowieso niet haal. En dan ja, van deze 4, ik zou ze eigenlijk al bijna allemaal willen. Maar sowieso deze Varga, dus we gaan proberen meteen hem te contracteren. En laten we hopen dat hij wil komen naar onze club als laatste aankoop van deze eerste aflevering van de FC Twinity Career Mode. Hij heeft een cruciale rol en het zegt natuurlijk wel wat. Ik geloof dat hij een rating van in de 70 of in de 60 nog wel heeft. Dus dat betekent niet dat hij veel te goed is voor ons team, want dan had ik hem niet gehaald. Hij wil best wel wat salaris hebben. Ik denk dat ik daar weer ga proberen iets van af te halen. En als dat kan, dan hebben we hier een nieuwe speler binnen ons team. Hij wil het niet, prima. Ik haal hem nog altijd. Varga is nieuwe aankoop nummer 2 van de aflevering. 69 rated. We gaan hem dan meteen trainen naar een linksvoor of een rechtsvoor. En hij komt dan ook direct in de basis te staan als een van onze betere spelers.
Een lekkere aankoop. Ik ben wel een beetje bang dat het heel lang gaat duren om hem te trainen naar rechtsvoor. Maar ja, dat moeten we er maar voor, of linksvoor bedoel ik, maar dat moeten we er maar gewoon voor over hebben. Want ja, we hebben er wel weer over 2 weken. Super chill. Nou prima, dan hebben we hier ons nieuwe linksvoor binnen en dan gaan we hier de aflevering afsluiten. Dus snel terug met een nieuwe Trinity Career Mode. Hopelijk vond je het leuk. Doe een bladlampje omhoog. Help me met het verzinnen van nieuwe spelers die ik moet halen. Een naam voor mijn stadion. Noem maar op. Laat het dan weten in de comments en dan gaan we deze keer helemaal samen naar een groot succes brengen. Ik hoop dat je het leuk vond en hoop dat ik je de volgende keer weer terug zie. De ballen, laat ze niet vallen. Jojo.